Vanaf vandaag komt er een nieuwe doelgroep voor ons bij. Hier in Almere wordt namelijk de Computer Plus Bus gepresenteerd. Is er allemaal voor bedoeld om de ouderen over hun computer- en internetangsten heen te helpen. Voor mij zaak om ze vooral geen stel proof te maken. De lessen zijn begonnen en er worden natuurlijk weer hele interessante dingen geleerd. Nou ga ik eens even kijken of er ook aandacht besteed wordt aan de echte interessante dingen. Oftewel, two girls, one cup. Meneer, wat zit u haar nou te leren? Patience? Ja, zeker. Is hartstikke saai, man. Nee, juist niet. Mevrouw die geniet ervan. Oh, maar je hebt veel leukere dingen hoor, op internet. Nee, kom joh. Ja, echt wel. Zal ik eens even wat laten zien? Wat doet u nou? U wil dit niet zien? Wat gek. Is toch wel een hartstikke leuk filmpje. Nou, dit is dus internet, mevrouw. Leuk, hè? Rot, jongen. Nou krijgt meneer internetles en dan zit hij op Google Earth. Ja, maar Google Earth is natuurlijk een heel mooi iets om in je verleden terug te kijken. Hartstikke saai, maar je moet vooruitkijken naar de toekomst. Naar de toekomst, ja, maar je moet rustig aan beginnen. Zal ik eens even de toekomst laten zien? Laat ik eens even de toekomst zien. Nou, ga jij eens weg. Jij moet weg. Jij doet het niet goed. Nee. Jij die bus uit, hop. Zal ik het wel eens even laten zien? Zo, meneer, nou, de computerles begint nu. U moet al het voorgaande gewoon vergeten. Zo. Kijk, dit is dus internet. Dit is eigenlijk internet. Meer is het niet. Al het andere wat er is eigenlijk... Ja, dat hoef je niet eens naar te kijken. Hier gaat het om. En nou ja, dan moet u zich maar eventjes... Kom ik daar nou? Wat zegt u? Kom ik hier nou op? Nou, dat zit ik toch net voor te doen. Gewoon die dingen in. Ik doe toch... Ja, gewoon www.geenstel.nl. U moet wel opletten, hè, meneer? Gooi dan uit een blote meid op. U wil een blote meid zien, ja? Tikt u maar in de naam Jenna. Jenna? Jenna. Dus doen we eerst een J. J, ja. De E is hier. Hoppa, en. En hier A. Zo. Kijk eens even. Ja. Dit is het, hè? Hier was u naar op zoek. Ja, ja, ja. Nou, dan kan je het ook nog heel mooi uitvergroten. Kijk, dan moet u hier met de muis moet u hierop. We houden wel even de broek aan, hè, nu. Ja, ja. Ja, dat doet u lekker thuis. Maar ik help u even een stukje op weg. Meneer Belaert, de voorzitter van het Fonds Ouderenhulp. Kunt u mij eens uitleggen wat voor angsten hebben ouderen dan wel niet met internet? Nou, het is de onbekendheid. Hè? Ze weten het niet met de computer al om te gaan. Als ze vroeger niet altijd achter een tapmachine hebben gezeten, dan wordt zo'n computer is al een vreemd voorwerp. Er zit geen horen aan en je kan toch met andere mensen contact opnemen. Dus het is vreemd voor ze, onbekend terrein. Mevrouw, vindt u het leuk, dat internet? Hè? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Vindt u daar dan leuk aan? Nou, ik vind als je... Mijn zoon die gaat vaak op vakantie en dan stuurt hij foto's over skiën en waar die ook is. En ja, dat vind ik leuk. En ik kan hem weer terugsturen. Heeft u de datingsites ook al ontdekt? Nee. Oh, nee? Nee. Oh, die zijn leuk, joh. Ja? Ja. Een beetje afspraken maken. Niet meer. Oh, nee? Nee. Maar het hoeft niet voor lange relatie. Het kan ook gewoon één nachtje zijn. Ja, nee, dat is genoeg. Ik heb maar een eenpersoonsbed, dus het slaapt je zo strak. Ik vind het altijd maar eng als ik dat hoort via het internet. Tot als ik gisteravond een positief verhaal heb gehoord, hoor. Aan met de goede. Ik wou net zeggen, want je kan een hele goede seks hebben, hoor. Ja, maar daar gaat het toch niet om? Oh, nee? En natuurlijk niet, man. Waarom niet? Het leven toch niet om. Gezelligheid. Gezelligheid? Aanspraak in je huis. Nou, welkom op internet, hoor dan. Ja? Zo, u gaat gewoon die bus uit, want dat internet draait maar om één ding, dat is seks en niks gezelligheid. Oké, prima, jong. Ja? Ga je gang. Nou, koffie drinken, wegwezen. We gaan ermee stoppen, nu. Gaan we ermee stoppen? Ja, we gaan nu even mee stoppen. Jullie hebben nu genoeg gedaan, want dit gaat helemaal nergens meer over. Dit is geen serieuze pers, meneer Belaert. Je mag me filmen. Waarom is dat echt dan, dat het geen serieuze pers is? Ah, oké, weet je, op een gegeven moment moet je gewoon even mee stoppen. Je gaat intern, ga je hier pornosites ga je hier openen, zelfstandig. Dus ja, ik zie dat ervan geniet. Maar moeten toch het internet moeten ze toch leren? Het is nu gewoon voorbij. Nou, zeg, we kunnen het toch wel gezellig houden? Nee, oké, je hebt nu genoeg. Je weet wat meneer Belaert erover denkt. Je hebt je vragen gesteld. Het is nu gewoon einde oefening. Ik heb ontzettend op mijn kop gekregen. Ik mag de bus ook niet meer in. Want hoe haal ik het ook in mijn hoofd? Ouderen houden helemaal niet van blote vrouwen. En al helemaal niet van geen stijl. Missie niet geslaagd.